Ik heb hier van mijn rondjehout een paar stukken hout aan elkaar gelijmd om een raam te maken met een rond ruitje. En kijk, een stuk heb ik er zo uitgezaagd, zoals je hier ziet. En nou was het natuurlijk door de decoupeers. Ik heb een hele goede decoupeerzaag die heel erg goed harks zaagt, dus anders krijg je dat niet voor elkaar. En nou heb ik een stuk van wat ik eruit gezaagd heb, heb ik dan weer een klos van gemaakt waar ik schuurpapier, heel ruw schuurpapier erop gelijmd heb met contactlijm. En dan ben ik met die klos gaan schuren om dat helemaal glad te krijgen. Dus dit is al de ronding die ik uitgezaagd heb, dus dat is mooi. En daar heb ik het mee vrijwel haaks en lekker glad. Want als ik ga frezen, want dat ben ik van plan, dat is het probleem. Ik moet hier een sponninkje in krijgen waar enkel glas in kan. Dus ik heb een sponninkje nodig van 1,5 bij 1,5. En nou kom ik op het, ben ik gaan zoeken naar een frees die dat kan. Met een wieltje eraan natuurlijk als geleiding, dat zou het mooiste zijn. Maar die is er niet. Dat zo'n grote, hoe maak je nou een sponning die groot genoeg is? Een klein sponningje kan altijd nog wel. En nou heb ik nog een kantenfrees. Kijk, ik heb hier een asje gekocht. En een soort, ja het lijkt op een cirkelzaagje, dat freesje, die had je in verschillende maten. En toen heb ik op dat asje dit gemonteerd. Er zitten allemaal ringetjes op. Die kan je dus op hoogte instellen. Als ik hem onderaan, dan zit hij wat lager op de as en hoger. Dus dat is al een aardig begin. En wat ik nu overhoud, na dat lagertje, is 1,5. Dus ik kan 1,5 centimeter diep frezen. Nou, ik heb wat uit zitten proberen. En het bleek dat die kantenfrees, dat die voet, die kon minstens 1,5 centimeter verplaatst worden. Dus ik hoef niet steeds dat ringetje te verplaatsen op die as. Dus ik heb hem nou ingesteld. Doordat de hand van los te draaien zit hier een stelschroef. Dan kan ik hem zo, ik zal het even laten zien, uit en indraaien van die voet. Dus dat kan je heel precies instellen. Kijk, en dan kan ik hem naar de frees toe, dat hij net op de kant zit. En dan draai je dat handvat vast en dan zit hij precies op de kant. Kijk. Hij raakt hem aan, dus dat moet ik niet doen. Nou raakt hij niet aan. Dus dit zou de eerste inslag zijn op de kant. Dat is goed, want nou hebben we het probleem. Als je met de hoogste begint, dus dat hij het diepste van de sponning zit, en je gaat hem daarna naar boven frezen, dan zit je, tenslotte heb je geen aanslag meer voor mijn wieltje, omdat ik daar al weggefreesd heb. Dus je moet onderaan beginnen van het sponningje, zodat je steeds hout hebt aan de bovenkant waar dat wieltje aan kan lopen. Dus je begint met 0 en dan ga je steeds dieper en dieper frezen tot je de diepte hebt van het sponningje. En dan heb je altijd nog dat randje van dat wieltje. Dus, en nou is het volgende probleem, moet ik nog ook even uitzoeken welke kant ik uit ga frezen, want anders slaat hij uit mijn handen. Dus ik ga een proefhoutje nemen, waar ik voorzichtig even ga kijken hoe ik dat frees, hoe die gaat reageren. Dan weet ik welke kant ik uit moet. Want op mijn andere frees staat het aangegeven welke kant dat hij draait. Dus hij zal, dat moet ik ook nog even opletten trouwens, of die dat wieltje er goed op zit. Als ik hem omdraai, dan draait hij met de snijkant de verkeerde kant uit. Dat moet ik ook even kijken als ik hem aandoe, of die dan zo draait. Dat weet ik helemaal niet, want dat zie ik hier nergens aan. Dus dan ga ik eens even kijken welke kant dat hij opdraait. Als die namelijk de verkeerde kant zit, dan moet ik dat freesje nog omdraaien. Dat kan ook nog.
Dus dat ga ik eerst allemaal controleren met mijn proefstukje. Een proefstukje is een flink stuk hout, want ik moet een oppervlakte hebben waar ik die vrees op kan drukken. Want dan kan ik hem zo goed vasthouden. En dan kan ik hem... En dat wieltje is natuurlijk, als die rond is, kijk, met een rechterkant gaat het altijd. Maar nu is de kunst, als die straks met mijn raampje is die rond. Dus vandaar dat ik een wieltje heb. Dus we gaan eerst even kijken of die de goede kant op gaat. Anders moet ik het wieltje omdraaien. En de volgende is... of die dan... welke kant ik heen moet frezen. Ga ik naar voren of ga ik naar achteren? Kijken, want als ik de verkeerde kant uitfrees, dan slaat die uit mijn handen. Want dan gaat hij invreten in plaats van frezen. Dus dat zijn even twee dingen die ik nu even moet controleren. Dus dan leg ik dit blokje hout goed vast met een lijmklem. Dat een zorg minder is. Eerst even kijken of die assen de goede kant op draait. Want die moet, als die goed vreest, moet die zo omdraaien. Ik heb nog een elektronische snelheidsmeting en zet ik hem op zijn laagst, dan kan ik het goed zien. En ik moet iets voor mijn oren hebben. Hij draait goed. Hij staat nou op zijn langzaamst en dat lijkt me wel goed gaan, want anders wordt het wel oncontroleerbaar. Maar ik heb het idee dat als hij zo naar voren duwt, dat je dan goed gaat. Hoe diep is die nou? Hij is niet helemaal tot bovenaan, maar dat laatste flintertje, dat pul ik er wel vanaf. Hij is 13 streep. Dus eigenlijk kom ik een beetje tekort. Maar voor enkel glas 13 streep, maar een centimeter was ook al genoeg. Nou, ik heb een prachtig strak sponninkje in de ronding. Dat kwam ook omdat ik die kant van tevoren helemaal goed glad geschuurd had, de grond. Dat wieltje loopt hier langs en ieder hobbeltje zie je dan terug. Maar dit is goed strak glas insnijden met stopverf schuin afsnijden. En dan hebben we rond glas.